Wanneer er in de Ruppelstreek een evenement op til is, gebeurt dit vaak in samenwerking met verscheidene culturele, humane of streekgebonden verenigingen. De officiële opening van het toeristische seizoen vond dit jaar plaats op 23 april 2017 in het provinciale domein De Schorre te Boom. De vereniging Toerisme Ruppelstreek vierde de opening van het seizoen met vele standjes en kraampjes. Verschillende verenigingen stelden zich voor aan het publiek en maakten hier hun zomerse activiteiten bekend. Maar ook de innerlijke mens werd niet vergeten. Een leuke start van het toeristische seizoen van de Ruppelstreek en Rivierenland Klein-Brabant. Zo mooi dat Jean Bosco Safari er zelfs een lied over geschreven heeft. De interesse van de vele bezoekers was groot. Ze maakten kennis met de aanwezige verenigingen die hun programma en hun specifiek werkterrein toelichten. Voorwaar een mooi initiatief van Toerisme Ruppelstreek, die hiermee de toeristische troeven van onze streek onder de aandacht heeft gebracht.